Ze waren er vandaag weer allemaal, die dames en heren van het stembureau. Streng, maar rechtvaardig, controleren zij of de papieren wel kloppen en u, volgens de regels, uw stem uitbrengt. Maar hoe kom je nou bij zo'n stembureau terecht en waarom doe je het? En misschien wel het interessantste, wat krijg je ervoor? Wij gingen op bezoek bij een van de Leeuwarden stembureaus, dit keer in het Fries Museum. Hoe word je nou voorzitter van zo'n stembureau? Hoe word je voorzitter? Ja, je hebt natuurlijk iets met de democratie en daar wil je iets voor gaan betekenen. Nou, en dan zie je dat ze mensen nodig hebben voor een stembureau en dan ga je je aanmelden. En omdat je al wat ervaring hebt, wordt gevraagd, wil je voorzitter worden? Ja, natuurlijk wil ik voorzitter worden. Dus. Wat is de taakverdeling vandaag? Van, jullie zitten met z'n drieën achter de tafel. Het is het mooiste stembureau wat ik ooit gezien heb, drie van die knappe dames. Maar wat is de taakverdeling? Nou, we hebben een voorzitter, dat is ik ben dan het eerste lid en dan heb je het tweede lid. En vanmiddag komen dus de plaatsvervangers, want wij zitten tot 11:30 hier. Maar de taakverdeling is zo dat de voorzitter neemt meestal de stempassen in. En de persoon op de tweede plaats die controleert of de stempassen gebruikt mogen worden. Want ik heb mijn hele lijst. En als ze er niet in staan, mogen ze stemmen. Maar wie hierin staan, dit zijn mensen die overleden zijn of die op andere manier vanwege andere redenen niet mogen stemmen. Die moeten dan ingenomen worden en die mogen niet, die stemmen zijn ongeldig. Die stempassen. Wat motiveert u om hier te zitten? Nou, we wisselen ook wel eens. Ik zit ook wel eens op de derde plaats. Het wordt toegewezen door. Ik bedoel, überhaupt om hier in een stembureau te gaan zitten? Ja. Je voelt het als een soort plicht ook voor om iets te doen voor de burgers, voor de maatschappij. Doet u het al lang? Ja, al heel lang, vanaf 1990. Ja. Wordt het goed betaald? Nou, daar gaat het eigenlijk niet om, want wij moeten het ook weer een belasting opgeven. Dus, ja, ik geloof €120, daar word je niet rijk van, hè? Nee, daar gaat het ook niet om. Nee, maar gewoon, het is leuk met elkaar en de mensen die langskomen, dat is... Wel aardig om mee te maken, wel leuk. Ja. Zitten jullie elke keer op hetzelfde stembureau of varieert dat ook nog? Ik doe dit voor het eerst. Dat dacht ik al, daarom stelde ik die vraag. Ja. Dus het was voor mij ook een verrassing dat ik hier kwam. Ik kreeg gewoon een brief en kreeg dit als plek toegewezen. Dus ik was er wel tevreden mee, ik vind het wel een mooie plek. Hoe bent u hier gekomen? Ik heb van iemand gehoord dat je dit kan doen. Ik wist eerst ook niet, ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan. En toen dacht ik, goh, dat lijkt me wel eens leuk om te kijken of vanaf de andere kant mee te maken hoe dat gaat. Dus ik studeer ook nog, dus dan is het ook, dan is geld misschien een iets grotere motivatie. Maar u studeert ook in de richting van politicologie? Nee, totaal niet. Nee, ik zit op de PABO, ik ben bijna klaar, dus ik word... Onderwijzeres. Ja, je moet het die kinderen ook goed uitleggen, want de meesten snappen het niet. Hè? Nee. Hoe loopt het vandaag? Het loopt hier goed. Ja? Ja. Hoeveel mensen kunnen hier vandaag stemmen? Voor dit stembureau zijn geen mensen opgeroepen. Het is een extra stembureau. Omdat wij een extra stembureau zijn, hebben we aardig wat mensen binnengehaald. Dus toen ik hier binnenkwam en u zag zitten en dacht dit is wat extra's, dan dat klopt dus wel. Nou, zo zou ik het niet willen zeggen. Wij zijn zelf niet extra's.